Hey, dit is Matthijs van Man op Rijn. En als jij wil weten wanneer je moet zoenen met een man, dan vertel ik je in deze video 3 dingen waar je op moet letten. Je hebt het vast wel een keertje meegemaakt. Je bent op date met een knappe kerel en die date die loopt ten einde. Waardoor dat moment van afscheid nemen continu door je hoofd spookt. En jij vraagt jezelf af, oh shit, is dit het moment voor onze gepassioneerde kus? Misschien ging die hele vraag van, moet ik hem zoenen en wanneer moet ik hem zoenen? Gedurende de date ook wel door je hoofd heen. Misschien twijfel je wel van, oh, ben ik niet te gemakkelijk als ik hem nu op de eerste date zoen? Of moet ik hem juist zoenen om mijn intenties waar te maken? Te laten zien dat ik hem leuk vind? Wie weet ben je zelfs op een tweede, derde of een vierde date en is er nog steeds niks gebeurd? Zouden we dan nu eindelijk gaan zoenen? Vraag jij je continu af. Nou, ik heb nieuws. In deze video vertel ik je dus 3 dingen waar jij op wil letten, zodat je geen zorgen meer hoeft te maken over dat zoenen, maar precies weet hoe je dat aan moet pakken. Mocht je nou eens, trouwens twijfelen over of die man jou ook wil zoenen en ben je op zoek naar signalen of bepaalde tekenen die man vertoont op het moment dat hij je wil zoenen, klik dan eventjes op deze link hier. Dat is namelijk een video waarin ik je allerlei signalen geef, zodat jij precies weet of die man geïnteresseerd is in een lekkere zoensessie samen met jou. Maar goed, terug naar de vraag, wanneer zoen je nou met iemand? Het onderzoek blijkt dat een heel groot gedeelte van Nederland, van alle mensen in Nederland, de date het liefst bezegelt met een kus. 1/3 van die mensen doet dat maar liefst op de mond aan het einde van de date en 1/4 ongeveer die geeft die kus op de wang. Heel veel mannen die voelen daarnaast ook een druk dat ze in ieder geval move moeten maken of jou moeten proberen te zoenen om een echte man te zijn. En heel veel vrouwen verwachten ook dat een man dat doet als hij tenminste echte romantische interesse heeft. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij daar helemaal niet op zit te wachten en dat je wat langzamer bent met fysiek contact en helemaal niet wil zoenen op een eerste date. Grote vraag is dan natuurlijk, als je wel met hem zoent, verpest dit dan juist je kansen? Of zorgt dit juist voor dat er een grotere kans is dat die man denkt van, oeh, wat een leuke vrouw? Of moet je juist wachten tot misschien wel de tweede of de derde date, omdat je niet te gemakkelijk wilt overkomen en die man moet laten jagen? Allemaal vragen die me brengen bij het allereerste ding waar je op wil letten en dat is, weet wat jij prettig vindt. Ik ken mensen die een regel hebben dat ze nooit met iemand zoenen op een eerste date. Ik ken ook mensen die juist verwachten te zoenen op een eerste date en anders hun twijfels hebben of er wel echt een fysieke aantrekkingskracht is. Het enige wat jij hieruit kan leren is niet dat het ene of het andere beter is, maar dat jij wilt gaan voor jouw eigen perfecte moment. Ben jij iemand die een man zoent op een eerste date en misschien zelfs wel zelf die move maakt? More power to you. Ben je iemand die iemand eerst beter wil leren kennen over een paar dates voordat ze met hem zoent? Ook helemaal bien. Waar het vooral om gaat is dat jij geen dingen doet die je niet wil doen. Als jij iemand bent die vrij snel fysiek is met iemand, dan zal jij waarschijnlijk een goede connectie hebben met mensen, mannen, die er hetzelfde over denken. Als jij iemand bent die juist wat rustiger aan wil doen, dan zou jij juist een connectie hebben met de mensen die ook rustiger aan willen doen. Dat is helemaal prima. Ga nooit je eigen grenzen verleggen, omdat je denkt dat dit een grotere kans zou maken dat je een bepaalde man aantrekt. En mocht het nou zo zijn dat je hem wat sneller zoent dan je normaal gesproken doet, krijg daar dan nooit spijt van. Dit betekent helemaal niet dat je opeens al overwonnen bent door een man en je nu niet meer na kan jagen. Je bent nog steeds een prijs en die man die zal voor jou zijn best moeten blijven doen om jouw aandacht, liefde en affectie te krijgen. Een ding dat wel belangrijk is en waar je altijd over na wil blijven denken, is het tweede ding. En dat is dat je wil zorgen voor de juiste spanning. Stel jij bent iemand die dus wat voorzichtiger is met zoenen en fysiek contact. En je zoent de persoon pas op de derde of vierde date. Dan is dat dus helemaal prima. Maar waar je wel op wil letten is dat je niet alleen maar een vriendschappelijke sfeer creëert. Als je iemand namelijk net leert kennen, is het niet alleen belangrijk dat je een goede klik hebt. Het is ook belangrijk dat jullie elkaar echt aantrekkelijk vinden. En dat gaat veel verder dan iemand alleen knap vinden. Het gaat er namelijk om dat iemand het gevoel heeft van, als ik aan haar denk, dan voel ik een bepaalde spanning in mijn lichaam. Ik voel me fysiek tot haar aangetrokken en ik voel ook dat zij zich fysiek aangetrokken tot mij voelt. Dat is voor een man ontzettend belangrijk. Hier halen we namelijk heel veel eigenwaarde uit. Daarom wil je ook met elkaar flirten, hem uitdagen en elkaar plagen. Je wilt het gevoel laten ontstaan bij hem van, er speelt hier iets tussen ons. Die vonk die moet overslaan. En dat betekent dus niet gelijk dat op het moment dat die seksuele spanning er is, dat je daarnaar moet handelen.
Je kan jezelf nog steeds inhouden. Maar het gaat er wel om dat die spanning er in ieder geval is. Want je wilt dat die man jou niet alleen ziet als een vriendelijke, leuke vrouw. Je wilt dat hij je ook ziet als een potentiële partner. En daarvoor is het nodig dat die seksuele vonk ook overslaat. Dat is namelijk waar we op zoek zijn naar onze partner. En die vriendschappelijke gesprekken, ja, die kunnen we ook wel samen met onze vrienden hebben. Dus ondanks dat je niet gelijk met hem zoent, wil je die spanning niet uit het oog verliezen. Dus flirt er lekker op los. Ding 3. Leid het moment in. Soms willen jullie allebei wel zoenen, maar durven jullie niet zo goed. En zijn jullie allebei persoonlijk in je eigen hoofd bezig met de volgende vraag. Wat nu als hij mij niet wil zoenen? Hierdoor kan het zo zijn dat jullie allebei zitten af te wachten tot de andere move maakt. Daarom ga ik jullie een paar tips geven, zodat je het moment beter kan inleiden. Zodat jij zelf die man kan zoenen, of hij het gevoel heeft van, oeh, volgens mij is dit het moment. En dan zal hij eerder geneigd zijn om die move te durven maken. Ook die man, die probeert na te denken over wat het geschikte moment is. En dan kan jij hem gigantisch bij helpen. De man heeft af en toe een duwtje in zijn rug nodig. En het eerste ding dat je kan doen, is de sfeer wat rustiger maken. Romantische momenten in een film of in een serie of die je zelf hebt meegemaakt, dat zijn altijd momenten die wat kalmer zijn. Waarbij je allebei helemaal in dat moment bent. Op het moment dat jij dus aan het kakelen bent en het ene verhaal naar het andere verhaal eruit aan het gooien bent, dan is het heel moeilijk om een romantisch moment te laten ontstaan. Terwijl als je wat rustiger praat, een kleine glimlach hebt en elkaar aankijkt, wat ook gelijk een tweede tip is, diep oogcontact hebben met iemand, dan creëer je een momentje waarin je ruimte laat ontstaan om die romantische gevoelens naar boven te laten komen en die spanning te laten creëren. Een derde kleine tip die ik hierbij kan geven is dat je al fysiek contact met hem wil hebben voordat je met hem gaat zoenen. Sommige mensen die zitten een hele date naast elkaar en ze raken elkaar niet aan. Op het moment dat er nog totaal geen fysiek contact is geweest, is het best wel een grote stap om opeens met iemand te zoenen. Dat is dan een beetje van 0 naar 100 gaan. Terwijl als je iemand al eerst hebt aangeraakt, misschien hebben jullie elkaar bij de begroeting al een dikke knuffel gegeven. Misschien hebben jullie al hand in hand gelopen. Je weet, als je naast hem zit en je maakt een grapje of hij maakt een grapje, raak je hem even aan. Zo speels geef je hem een duwtje. Andere dingen die je kan doen is voor de grap een soort nephandlezing bij hem doen. Dat je zijn hand pakt en doet alsof je zijn hand aan het lezen bent. Weer iets anders wat je kan doen is vragen van, wat vind je eigenlijk van iemand die je over je rug streelt? Ik vind dat zelf echt super fijn. En dan kun je dat een beetje bij hem gaan doen. Dit zijn dingen waardoor je al een fysieke en spannende sfeer kan creëren, waardoor de stap naar zoenen opeens stukken kleiner is. Wat je ook kan doen, is een van de 8 tips opvolgen uit het artikel dat op mannenbrein.nl staat. Dan heb je namelijk gegarandeerd een heerlijke eerste kus. Dat doe je heel gemakkelijk door hier op deze link te klikken. En als laatste wil ik je nog iets heel belangrijks vertellen. Dit soort vragen, zoals wanneer moet ik met hem zoenen, of vindt hij me wel leuk, deze man reageert niet op WhatsApp. Dat zijn allemaal vragen die ik dagelijks in mijn mailbox krijg. En daarom heb ik een hele poos besloten om daar iets mee te doen. Namelijk een gratis rapport te schrijven waarin ik je precies vertel hoe je de man van je dromen kan krijgen en houden. Zodat al deze problemen en al deze vragen voor eens en altijd worden opgelost. Als je die geheimen uit het rapport toepast, dan ben je geen speeltje meer in zijn ogen, maar de hoofdprijs die jij in zijn leven wil. En ik gun je het beste, dus ik hoop echt dat jij hier je voordeel mee doet. De link naar dat rapport zal ik hieronder in de beschrijving zetten. Maar je kan natuurlijk ook gewoon hier op deze link klikken. Dan ga je namelijk rechtstreeks naar het rapport. Alleen maar je e-mailadres in te vullen en dan stuur ik het gratis en voor niets naar je toe. Dus klik op deze link, dan zie ik je zo in dat rapport. Tot zo.